In de Tweede Wereldoorlog is Zeeland zwaar getroffen. Zo'n 185 monumenten in onze provincie herinneren hieraan. Bij die monumenten herdenken we de slachtoffers en vieren we dat we nu vrij zijn. Die vrijheid willen we doorgeven. Eén van de monumenten die daaraan bijdraagt vind je in Park Torenvliet in Middelburg. Wat bijzonder is aan deze plek is dat dit eigenlijk al een hele lange geschiedenis heeft. In de Tweede Wereldoorlog zijn hier door de Duitsers 11 bunkers geplaatst. Dit was namelijk een heel grote commandopost voor Walcheren en de Beverlanden. En de gemeente heeft in 2012 tot en met 2014 het park eigenlijk helemaal opgeknapt. Vroeger was het overwoekerd. Het had veel achterstallig onderhoud. De bunkers zag je niet. Het was eigenlijk helemaal in het groen gezet. Dat is toen in de tijd ook bedoeling geweest, dat de bunkers niet meer te zien waren. En nu zijn de bunkers weer vrijgehaald, waardoor vooral de jeugd en iedereen eigenlijk kan zien dat hier 11 bunkers staan en wat hier toch ook gebeurd is. Het verhaal achter het monument is het feit dat Middelburg is bevrijd door buffalo's. Dat was een amfibisch infanterievoertuig. Walcheren was geïnundeerd, dus de geallieerden zijn door middel van deze voertuigen naar Middelburg gekomen om Middelburg te bevrijden. We hebben een hele herdenkingsomgeving ingericht, waarbij ook spreuken op de bunkers zijn gekomen, die ook weer relatie hebben tot de oorlog. Dus we hebben hier ook een hele mooie entree gemaakt, die mensen echt verleidt om het park in te komen. Om ook gezellig, leuk door het park te lopen, te picknicken. Maar in passant ook de geschiedenis van de oorlog mee te maken. Sinds de herinrichting van het park hebben we bewust eigenlijk voor het monument gekozen in de vorm van een buffalo. Omdat dat gewoon eens een keer iets anders is dan een stenen monument. En ook de geallieerden die hier terug zijn geweest, met name een van de overlevenden, vond dat geweldig. Want het is juist een speelobject geworden. En dat refereert eigenlijk naar de functie in het park, waar ook allerlei speelwerktuigen bij de bunkers zijn gebouwd. En omdat het al zo lang geleden is, het is nu 70 jaar na de bevrijding, vinden we het belangrijk om toch nog de verhalen die er zijn bij de mensen, om die uit de mensen te krijgen en te bewaren voor het nageslacht. Wij zijn daar echt best wel trots op. Ik wandel hier elke dag eigenlijk met mijn rondje.